Hij was er gisteren bij in Bokstol. Samen met tientallen andere boeren stond hij recht tegenover de actievoerders. De schrik zit er nog goed in. Ja, je gaat wel denken van ja, het kon bij ons ook gebeuren. En dat, ja, dat is geen fijn gevoel. En dan ook ja, de manier waarop dat ze naar binnen komen, ja, zo brutaal, daar krijg je toch schrik van. En dat gevoel van onrust merkt hij ook bij andere boeren. Ze vrezen voor vervolgacties. De sfeer is ja, bang, onbegrip. En ja, wat nu? Wat nou? Wat is het volgende? Ja, die sfeer hangt er. Die sfeer hangt er, ja. Er zijn er veel, ja, die zijn benieuwd wanneer houdt het op. De varkensboer heeft begrip voor de demonstranten, maar hij vond het veel te lang duren. Machteloos, dat het zo lang duurde ook voordat er ingrepen werd door de politie. Ik bedoel, ze hebben vanaf 12 tot 10 uur in die stal gezeten. Ja, dat moet niet kunnen. Als een inbreker in jouw huis binnenkomt met 20 man, alles maar, of met 200 man, dat maakt niet uit. Maar die worden eerder uitgegooid als dat in gebeurde. Want de volgende keer, je weet het niet, pakken boeren misschien in zijn eigen hand op en dan kan het anders lopen. Voor de activisten heeft hij nog een duidelijke boodschap. Je mag mij ook wel een keer langskomen, maar dan niet met 200 man. En dan laat ik het graag zien hoe het bij ons lukt. Ja, ik heb niks te verbergen voor niemand niet.